Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden en opklaringen boven Nederland. Vanochtend valt er al een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen is het droog. De zon heeft het wel moeilijk, die breekt slechts af en toe door. Temperaturen vanochtend een graad of 6 à 7, vanmiddag stijgt het kwik dan naar een graad of 8 en als het mee zit met de zon kan het lokaal 9 graden worden. In het zuiden gaat het wel in de loop van de middag regenen en tegen de avond bereikt de regen misschien ook de grote rivieren. In het noorden is het dan grotendeels droog. Vanavond, vooral in het zuiden en midden, af en toe regen. In het noorden een lokaal buitje. Temperaturen liggen gemiddeld rond 5 graden. In de nacht trekt de regen verder naar het noorden, maar het is allemaal heel licht. En ook morgen overdag kan er nog plaatselijk wat regen vallen, maar het stelt niet al te veel voor. Verder van tijd tot tijd zon: 7 à 8 graden. En als de zon lekker schijnt in de middag, kan het even 9 graden worden. Zondag is de beste dag van het weekend. Dan blijft het grotendeels droog. En er zijn flinke perioden met zon. Temperaturen opnieuw 7 à 8 graden, op enkele plek 9. Maandag gaat het regenen, maar in de middag breekt de zon weer door. En ook dinsdag is het wisselvallig weer. Ik ben Michiel Severin van weerblazen.nl.